De situatie in Afghanistan is met de oprukkende Taliban, de chaos op het vliegveld in Kabul en duizenden mislukte vluchtpogingen vrij uitzichtloos. En het kan dan ook erg machteloos zijn om hier als westeling vanuit je eigen veilige, comfortabele plekje die beelden te bekijken. Want dan denk je, wat kan ik hier nou tegen doen? Het antwoord is natuurlijk vrij weinig, helaas. Maar er zijn wel wat dingen die je zou kunnen doen om toch je steentje bij te dragen. Er is wel wat verwarring ontstaan onder sommigen van jullie over wat nou precies nut heeft en wat niet. Dus ik dacht, ik maak even een snel lijstje met dingen die wel of niet helpen. Dus let's go. Afghaanse vluchtelingen verwelkomen met vuurwerk, racistische leuzen en brandende autobanden. Ik neig hierbij naar nee. Ik begrijp dat je nieuwkomers kennis wil laten maken met onze cultuur. En ja, dat racisme, die intolerantie, die zit er natuurlijk wel echt in bij ons Hollanders. Dat is echt onze identiteit. Maar ja, je kan ook mensen verwelkomen met, weet ik veel, een pot stampot of een stapel pannenkoeken voor mijn part. Dat is ook iets inclusiever. Dat is wel leuker, denk ik. Geld doneren aan een internationaal fonds dat hulpmiddelen en ondersteuning biedt in de regio. Ja, ik denk dat dit helpt. Elke euro die je kan missen, die is er één. Dus ja, ga vooral je gang. Boos worden op Joe Biden. Hoe begrijpelijk ook. Ik denk dat dit geen reet helpt, helaas. Want ja, Amerikaanse presidenten, dat zijn nou eenmaal Amerikaanse presidenten. Dus nee, helaas. Racistische idioten een stem geven door naar ze te luisteren en je af te vragen of ze niet gewoon in een baldadige bui waren. Ik ga hierbij voor nee. Ik denk dat het probleem hiermee zelfs erger wordt. Ik begrijp dan ook niet helemaal waar Nederlandse media mee bezig zijn, maar dat is sowieso vaak de vraag natuurlijk. Een Facebook-post over de situatie liken. Hierbij ga ik toch ook weer nee zeggen. Ja, ik snap de gedachte wel, maar om echt impact te maken zou ik toch gaan voor liken en delen. Ja, iedereen kan een post liken, maar durf je hem ook echt te delen met je volgers? Dat is natuurlijk het echte werk. Oké, ik hoop dat dit alles een beetje heeft verduidelijkt voor als jij iets wil betekenen voor de mensen in Afghanistan. Ben jij nou zelf Afghaans, dan hoop ik dat je familie en vrienden oké zijn en heel veel sterkte in deze tijd.